ons beste beenvochten welkom heten. Na uitleggen hoe het gekomen is dat wij hier vandaag staan. Op 13 november 2018 was het zover. Studenten van Drenthe College van de opleiding Kok en de opleiding Gastheer Gastvrouw hielden een benefietdiner ten behoeve van het Ronald McDonald Huis Zwolle. Ja, ik vind het wel spannend hoor, maar wel, ik heb wel heel veel zin in. Elke dag is weer de opdracht om de beste versie van de studenten naar boven te halen. Dat de lat heel erg hoog ligt en zijn we enorm trots op onze jonge mensen. Kippenvel. De studenten volgen allemaal een excellentieklas. En het diner was dan ook in meerdere opzichten een proeven die tevens het maatschappelijk verantwoord ondernemen onder de aandacht bracht. Je bent een entertainer voor de gast aan tafel. Dat ze toch met een lach of met een goed gevoel weggaan. Dat is het mooiste wat er is. Waar ik trots op ben is het feit dat deze leerlingen hier staan omdat ze gemotiveerd zijn. En motivatie, daar begint het mee. En zo kan hun talent ontwikkelen. En vanavond is het voor het echi, dus een volle bak vanavond. Een menu met alles erop en eraan en ze kunnen hun kunsten laten zien. Met het diner en de veiling werd een geweldig bedrag van 8.570 euro bijeengebracht.